Ik heb me wel eens laten vertellen dat er wereldwijd vrij fundamenteel onderzoek is gedaan. Inmiddels, ik denk, 1,5, 2 jaar geleden. En daar kwam uit, schrik niet, dat er eigenlijk wel 300 verschillende waardeproposities uit de markt kwamen. Hè? Als je kijkt naar alle landen waar we wereldwijd actief zijn. Dus nou, dat is nogal lastig. Hè? Dat hoef ik jou als marketeer niet te vertellen. Als je al die verschillende waardeproposities hebt, hoe breng je dat een beetje terug tot de essentie? En hoe kan je aan de ene kant globaal een platform neerzetten met features en tegelijkertijd op lokaal niveau dan toch een beetje de signatuur van de markt aannemen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas, marketing as a service. Welkom bij deze Hello Masters podcast, powered bij Hello Maas en Frank Watching. Deze week praat ik met Marcel Molenaar, de Country Manager en Director Marketing Solutions van LinkedIn Nederland. Je luistert nu naar deel 1. Marcel deelt veel insights en zelfs geheimen over LinkedIn. In deel 2 praten we over de toekomst van het agency-model, CMO's en Marcels visie op hybride werken. Veel luisterplezier! Nou, vandaag hebben we echt een hele bijzondere Hello Masters, want we zitten vandaag met de baas van LinkedIn in Nederland, Marcel Molenaar. Van harte welkom bij Hello Masters. Ja, dankjewel Louise. Leuk om hier te zijn. Ja, absoluut. Super dat je tijd hebt kunnen vrijmaken. En ja, ik heb ontzettend veel zin om diep in het platform in jou te duiken, want ja, het is natuurlijk een enorm bewogen jaar geweest, of vorig jaar vooral, in 2020. We werken allemaal opeens vanuit huis en LinkedIn heeft denk ik ook een hele interessante groei meegemaakt. Dus daar gaan we vandaag lekker de diepte in duiken. Ja. Maar eventjes ter intro van jezelf. Jij bent al de baas bij LinkedIn in Nederland sinds 2013, dus al een behoorlijke tijd. En je hebt ook twee petten op, hè? Want enerzijds ben je de country manager, maar je bent ook de director voor marketing solutions, toch? Ja, dat klopt. Dat zijn twee functies inderdaad. En die laatste, of die eerste, was eigenlijk vanaf de start. En die tweede is er in 2015 bijgekomen. Dat klopt. Ja, oké, super. Nou, het is natuurlijk ook een marketing podcast. Dus top dat we ook wat dieper kunnen duiken. Niet alleen in social networking en community bouwing. Maar ook natuurlijk wat de rol van marketing en de solutions die LinkedIn biedt. Ja. Voordat je bij LinkedIn binnenstapt, heb je een mooie carrière in allerlei sales en managementrollen gehad. Veel marketing, media. Dus jij bent echt een media marketing man, hè? Met veel passie voor het vak en heel veel curiosity om continu bij te leren, heb ik het idee. Absoluut, ja, zeker. Ja, nou top. Nou, hartelijk welkom. Wij gaan even starten, eerst een stukje over jou en daarna gaan we wat dieper duiken in de strategie van LinkedIn en ook vooral de rol van marketing services. Dus hoe ziet jouw dag er een beetje uit als country manager? Nou, zoals gezegd, ik combineer eigenlijk die rol dus met mijn, ik zeg altijd, mijn echte job daarnaast. En dat is, ik leid de marketing solutions afdeling voor LinkedIn in de Benelux. Ja. Die verhouding is ongeveer 80-20. Dus ik ben 80% van mijn tijd echt bezig met marketing solutions, 20% van mijn tijd als country lead. Ja. En ja, dan zie je toch vooral, wij werken natuurlijk ook al sinds maart vorig jaar vanuit huis. Ja. Dus mijn dag bestaat toch veel al uit het opzoeken van mijn collega's en allerlei andere stakeholders om zo goed mogelijk connectie te behouden. Dat is eigenlijk nu het allerbelangrijkste. Ja, want hoe groot is je team in Nederland en wat voor mensen werken er bij LinkedIn Nederland? Ja, in Nederland werken ruim 80 mensen fulltime, verdeeld over drie business lines. Dus we hebben een Talent Solutions business line. Die gaat eigenlijk over alles wat met talent, sourcing, ontwikkeling en plaatsing te maken heeft. Ja. Nou, marketing solutions zijn natuurlijk de marketing services. Zou je eigenlijk kunnen vertalen als de advertentieoplossingen van LinkedIn. Ja. We hebben LinkedIn Sales Solutions. En dat is eigenlijk een hele specifieke tool voor sales professionals. Om op de juiste manier wat wij noemen modern selling te kunnen bedrijven. Anno 2021. Ja. Dus verdeeld over die drie afdelingen. En wij helpen vanuit ons kantoor in Amsterdam eigenlijk met name enterprise klanten. Om ons platform zo goed mogelijk te gebruiken.
Ja, helder. Dus het is echt een sales, een relatiemanagement organisatie, een marketingorganisatie. Het hele Ja. stukje productontwikkeling zit voornamelijk in de US, toch? Of hebben jullie daar ook een rol in vanuit de markt, dat je ook met ideeën komt bijvoorbeeld? Nou, we hebben daar, ik heb daar dus vanuit die, vanuit dat country perspectief heel duidelijk een rol in. Want ik heb natuurlijk ook heel veel te maken met leden. Er praten allerlei mensen tegen me aan. Ik zie van alles voorbij komen. Ja. Maar het klopt, hè, onze productontwikkeling, engineering, maar ook localization, hè, translation, dat soort zaken. Dat vindt enerzijds plaats in ons EMEA-LATAM hoofdkantoor in Dublin. Daar hebben wij een heel groot kantoor met inmiddels bijna 2000 mensen. Maar ook uiteraard in Californië en zo zijn er nog een aantal andere plekken op de wereld. Daar heb ik dan contact mee over dit soort zaken. Ja, super. Hey, klopt het nog steeds dat Nederland het meest actieve land is op LinkedIn? Dat las ik een paar jaar geleden. Is dat nog steeds zo? Ja, en nou is het wel zo dat we een behoorlijke groei hebben doorgemaakt. Zeg maar aan de ene kant in leden, hè, we gaan richting de 800 miljoen members wereldwijd. In het gebruik van het platform zie je eigenlijk dat we in de afgelopen maanden, of eigenlijk in de afgelopen jaren zo'n beetje, zijn we met 40, 50% gegroeid in het gebruik door die leden. Wauw. Maar als je kijkt naar het percentage van de totale beroepsbevolking, wat lid is in Nederland. Ja, dan gaan we hier richting de 90%. Dus dat betekent inderdaad dat wij een van de landen zijn waarvan ik altijd zeg, ja, ik heb een hele makkelijke job in die zin vanuit mijn country role. En ik hoef eigenlijk nooit aan mensen echt uit te leggen wie we zijn, wat we doen. Ja. Zo'n beetje de hele Nederlandse beroepsbevolking een profiel heeft op LinkedIn en dus lid is. Ja, helder. Hey, en waarom heb jij ervoor gekozen om bij LinkedIn te gaan werken? De visie die we hebben als bedrijf heel erg onderschrijven. En die visie is even in het Engels: creating economic opportunity for the global workforce. En daar zit iets in wat ik heel erg onderschrijf. En dat is: ik ben er absoluut van overtuigd dat talent, zeg maar, heel democratisch gedistribueerd is over de hele wereldbevolking. Ik ben ervan overtuigd dat in iedereen zit een zeker talent. Maar wat eigenlijk niet zo goed verdeeld is, is de kansen om dat talent te ontwikkelen en daar iets mee te doen. Dat is namelijk heel erg afhankelijk van waar je geboren bent, in welke omstandigheden, wat je wel en niet meekrijgt, de educatie die je eventueel kan volgen, et cetera. En wat wij proberen als platform, is om die twee zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen. En je ziet eigenlijk onder invloed van technologie. Het begint tegenwoordig al met een smartphone, zou ik bijna zeggen. Komen die twee dus heel dicht bij elkaar. En dat is wat ik heel erg onderschrijf, die visie. En daarnaast als missie zeggen wij altijd: wij willen mensen door ze met elkaar te verbinden, elke dag een klein beetje meer productiever en succesvoller maken. En daar geloof ik ook heilig in. Ik geloof er echt in dat als mensen door ons platform aan elkaar gekoppeld worden en zo een kans ontdekken, een job vinden, iets leren, nou noem maar op, dat ze eigenlijk in die moment of truth, zou ik maar zeggen, eigenlijk voor eeuwig fan blijven, omdat ze dus zeggen: ja, dat is me dus via LinkedIn gelukt. En daar hoor ik dus bijna dagelijks ook voorbeelden van. Ja, en die twee dingen, die spraken mij heel erg aan in het platform. Ja, kan ik me zeker voorstellen. Ja, je ziet ook wel dat er is natuurlijk ook heel veel kritiek de afgelopen jaren, vooral richting Facebook, maar ook de dominantie van social media, ook al de negatieve effecten daarvan. LinkedIn lijkt altijd wel een beetje buiten die discussie te vallen. Waarom denk je dat dat is? Wat je eigenlijk ziet is, we zijn eigenlijk de afgelopen 3 jaar zijn we in een grootschalig onderzoek onder zo'n 22.000 respondenten in 11 landen zijn we beoordeeld en zijn we voor het 3e jaar op rij als het meest vertrouwenswaardige social media platform beoordeeld. En ik denk dus dat het daar heel erg mee te maken heeft, is de positie die we hebben opgebouwd zeg maar de verschillende markten. Waarin LinkedIn een vertrouwenswaardig platform is, waar je in een zakelijk relevante context met elkaar tot zaken kan komen. En dat merken, dus bedrijven, zich daar ook thuis voelen. Rachel Botsman die heeft heel veel onderzoek gedaan naar vertrouwen, hè. Zij is ook een TED, zij heeft verschillende TED-talks gegeven. En zij zegt eigenlijk heel mooi dat als geld de currency van transacties is,
dan is vertrouwen zeg maar de currency van interacties. Ja. En wij zitten dus heel erg op het spoor dat die ene die andere helemaal niet hoeft uit te sluiten, maar dat je vooral moet werken aan je vertrouwenswaardigheid als platform, want dat betekent uiteindelijk dat er interacties ontstaan. En die interacties hebben als gevolg dat je een economisch model hebt waarbij je beide kan doen. En ja, ik denk dat dat de kern is eigenlijk van waarom LinkedIn LinkedIn is. Ja, helder, helder. Ja, natuurlijk, je reputatie, je moet ook je eigen naam gebruiken. Het is geleerd aan je huidige en ex-werkgevers. Dus ja, dat maakt gewoon dat daar meer controle ook op is. En natuurlijk ook dat mensen ook wel begrijpen dat je daar de etiketten, zeg maar, van hoe je normaal met elkaar omgaat, wat moeilijker is. Vooral bij Twitter natuurlijk, omdat daar je natuurlijk ook met heel veel pseudoniem of gewoon fake accounts kan werken. Dus ja, nee, begrijpelijk. Hey, en als je dan kijkt naar, misschien ben je ook een persoonlijke vraag, maar we hebben even in de voorbereiding gecheckt hoeveel connecties jij hebt. En dat zijn er echt heel veel. En er is ook altijd een discussie rond, moet je nou elke connectieverzoek accepteren, ja of nee? Omdat mijn regel is, ik accepteer geen verzoeken waar mensen die niet een persoonlijke outreach doen of dat ik ze al persoonlijk ken. Ik vind juist dat vertrouwen en die connectie, want ik hoor ook vaak gevraagd van, hey, ik zie dat je met die geconnect bent, kan je die aanbevelen? En als ik dan zeg, ja, ik ken die persoon niet, dan vind ik dat lastig. Maar heel veel andere mensen hebben zoiets van, nou nee, het is een networking tool, ik wil gewoon zoveel mogelijk reach hebben en ik wil juist heel open zijn in de manier waarop ik netwerk. Wat is een beetje jouw filosofie daarop? Ja, het is wel interessant dat je net aangaf dat referentiemodel erin zit. Want dat is precies inderdaad wat eigenlijk onze founder Reid Hoffman ook ooit zei op een conferentie. Die zei van, ja, weet je, als je mensen in je netwerk hebt en er wordt jou dus gevraagd op enig moment van, joh, ik zie dat je verbonden bent. Kun je mij introduceren of kan je die persoon aanraden? Ja, dan moet je daar natuurlijk wel iets over kunnen vertellen. Nou moet ik wel zeggen dat wij hebben sinds, en dat is zeker niet vanaf de start geweest, sinds een paar jaar hebben wij ook een follow-optie op LinkedIn zitten. Ja. En daarvoor hadden wij die niet. Dus in het begin was het natuurlijk vooral zo, hè, de eerste jaren, dat de enige manier hoe je je netwerk kon bouwen, was dus die connecties accepteren. Ja. Ook misschien van mensen die je misschien niet direct kende. Inmiddels hebben we dus die follow-button. Dat betekent dat je bijvoorbeeld zoals op mijn profiel die follow-button ook prominent kan maken. Dat betekent dat mensen in 9 van de 10 keer zeggen, nou, ik vind het gewoon interessant om de content te zien die hij deelt. Dus ik volg gewoon, ik hoef niet per se te connecten. Dus dat is een oplossing daarvoor. En ten tweede heb ik eigenlijk wel dezelfde insteek als jij. En dat is, ik accepteer connecties van mensen die ik ken. Van mensen die ik gesproken heb, of dat nou virtueel is, of dat nou per e-mail is geweest, of via chat, of ik heb ze ergens ontmoet. En soms accepteer ik ze als ze in ieder geval erbij zetten wat de aanleiding is van dat connectieverzoek, want dan kan ik dat plaatsen. Dus de context is heel belangrijk. Ja. En tot slot, er is nog één ander ding, is natuurlijk heel interessant. En dat is dat een platform als LinkedIn, en er zijn natuurlijk veel meer social media platformen, maar die stelt je wel in staat om de waarde die opgesloten zit in je netwerk, zeg maar over tijd, zeg maar te laten gelden. Dus dat betekent dat een connectie die je vandaag opdoet, zou heel goed kunnen zijn dat die misschien, ondanks dat je wel elkaars content ziet, et cetera, maar dat je misschien een jaar, anderhalf jaar geen direct contact heeft, tot het moment dat die kans zich aanbiedt, namelijk als iemand van baan verwisselt of die post iets waar jij een bijdrage aan kan leveren of allerlei voorbeelden, of ze hebben misschien een vacature waarvoor jij iemand kent. En dan is het toch net even een stapje makkelijker. Sterker nog, uit onderzoek blijkt ook, bijvoorbeeld voor onze jobkandidaten, is de kans dat je bij een bedrijf wordt aangenomen is 3 keer groter als je met iemand binnen dat bedrijf al een connectie hebt. Ja. Ja, dus ja, weet je, dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte van connecties aangaan en volgers hebben. Ja, ja. Ja, dat is misschien een goed brugje ook naar het volgende idee van waarom gebruiken mensen eigenlijk LinkedIn? Hè? Als ik dat gewoon eens ook vraag bij de klanten van Hello Maas, dan zie je eigenlijk een aantal verschillende antwoorden. Sommige bedrijven zeggen, ja, het is gewoon vooral voor B2B bedrijven, maar het is eigenlijk gewoon een must-have. Ik moet het doen. Ja. Een profiel. Ja. Maar aan de andere kant zie je ook steeds meer mensen denken, ja, op persoonlijk niveau ook, vooral als je een freelancer bent, van ja, je wilt toch ook wel visible zijn en je wil eigenlijk je eigen
nou ja, waar sta je voor? Waar ben je mee bezig? Waar ben je gepassioneerd over? Hoe connect je met anderen? Dat kun je natuurlijk heel mooi laten manifesteren door LinkedIn. Ja. Dus niet het andere uiterste, de echte content creators en de mensen die actief zijn om een zogenaamd personal brand te bouwen. En bedrijven natuurlijk ook. Aan de andere kant zie je ook een hoop mensen die wel heel opportunistisch gebruik maken van het platform. En denken, oké, ik zit nu bij bedrijf X en ik zit daar bijvoorbeeld 3 jaar. Dan doe je eigenlijk in die 3 jaar heel weinig. Hè? Je post bijna nooit en je bent niet echt actief. En op het moment dat je denkt, oh, ik ben eigenlijk op zoek naar een nieuwe job. Dan zie je opeens dat mensen hun profiel gaan updaten en dan worden ze heel actief op LinkedIn. Maar dan is het wel heel opportunistisch van, oké, ik ben nu in de markt, ik wil nu zeg maar gevonden worden door recruiters. Ja. Ik zet even een paar dingetjes aan. Dus het heeft verschillende use cases. Ik ben even benieuwd naar, vooral denk ik, nu alles zo digitaal first is geweest, hè, de afgelopen 15 maanden. Wat voor verandering hebben jullie gezien in gedrag? Dat is 1 vraag. En de andere vraag is, welke feature of welke utility van het LinkedIn-platform, denk je dat heel onbekend is of ondergewaardeerd? Want dan ben ik ook wel benieuwd, want het is zo'n rijk ecosysteem. Maar ik denk dat mensen gewoon de potentie eigenlijk nog niet zien van wat je er optimaal uit kunt halen. Ja, als je kijkt naar de waardepropositie van LinkedIn, dat is eigenlijk wel een hele interessante. En ik benijd de mensen aan de productkant absoluut hier niet in. Ik heb me wel eens laten vertellen dat er wereldwijd vrij fundamenteel onderzoek is gedaan, inmiddels ik denk 1,5-2 jaar geleden. En daar kwam uit, schrik niet, dat er eigenlijk wel 300 verschillende waardeproposities uit de markt kwamen. Hè? Als je kijkt naar alle landen waar we wereldwijd actief zijn. Dus dat is nogal lastig, hè? Dat hoef ik jou als marketeer niet te vertellen. Als je al die verschillende waardeproposities hebt, hoe breng je dat een beetje terug tot de essentie? En hoe kan je aan de ene kant globaal een platform neerzetten met features en tegelijkertijd op lokaal niveau dan toch een beetje de signatuur van de markt aannemen. Maar wat interessant is, en dat is eigenlijk niet veranderd, dat is wel interessant, maar wat interessant is als je die allemaal, zeg maar als het ware, inkoopt, dan zijn er eigenlijk 3 die heel duidelijk naar boven komen. Allereerst zie je dat mensen LinkedIn gebruiken om hun baan te vinden of hun, zoals ik zeg, hun droombaan te vinden. Dus dat betekent eigenlijk de volgende stap. Het is een statistiek die niet veel mensen kennen, maar elke minuut worden er 3 mensen aangenomen ergens op de wereld via LinkedIn. Mm-hmm. We hebben per week zo'n 40 miljoen jobseekers op het platform. En zo'n 60% van de MKB-bedrijven die dus een vacature plaatsen, hebben binnen een dag een gekwalificeerde kandidaat. Dus je ziet eigenlijk dat in die waardepropositie is, de eerste is, mensen komen naar LinkedIn voor die economic opportunity. Hè, dus omdat ze een bepaald talent hebben en ze zijn op zoek naar die baan of ze zijn op zoek naar de volgende baan. Ja. Nou, even indachtig, dat stapje wat jij net maakt is een hele interessante. En dat is, ik maak altijd de analogie naar de zomervakantie. Er zijn mensen die blijven het hele jaar fit. En zodra de zomervakantie komt en ze gaan op vakantie, dan stappen ze heel makkelijk zo in zwemkleding. En zijn ze helemaal comfortabel. Ja. En er zijn mensen die denken, nou weet je, dat hele jaar laat maar even lopen. Oh shit, de zomervakantie komt eraan, ik moet volop aan de bak. Maar dan moet je een behoorlijke inhaalslag maken. Ja. Nou, en datzelfde zou je eigenlijk kunnen zien als je kijkt naar je eigen professionele identiteit. Zo zou je het eigenlijk ook moeten zien bij het gebruik van LinkedIn. Alles wat je erin stopt, kan je eruit halen. Hetzij op korte, maar met name op lange termijn. Mm-hmm. En het is dus aan te raden om dat zeker niet via stop en go te doen. Ja. Dus dat is de reden waarom je vrij continu LinkedIn zou moeten gebruiken, zou moeten updaten, et cetera, et cetera. Dat is namelijk een stuk makkelijker. Overigens, ook al vanwege het feit dat als je talent reviewt, kandidaten reviewt, mm-hmm. Weet jij hoe vaak jij in het verleden misschien gereviewd bent, maar niet geselecteerd om contact mee te hebben? Ja, het is allemaal algoritmisch bepaald natuurlijk. En, ja. Maar ik bedoel dus, mensen die jou wel bekeken, die hebben jouw profiel bekeken voor een bepaalde klus of een baan in het verleden, maar daar heb je nooit verder iets van gehoord. Mm-hmm.
Ja, dat... Over het algemeen weet je dat niet. Nee. Dus je wil de kans zo groot mogelijk maken dat je als dat bakje recht zit van de mensen die wel, waar wel contact mee wordt gezocht. Ja. Ja, de keren dat je afvalt weet je niet. De keren dat je wel wordt uitgeselecteerd voor dat bekende mailtje van zou je eens willen komen praten. Ja. Die hoor je wel. Nou, ja. Ik kan je verzekeren, die kans is een stuk groter als je actief bent op een platform als LinkedIn dan als je niet actief is. En dat werkt natuurlijk hetzelfde voor bedrijven. Hoe werken bedrijven zoals TomTom met AI, artificiële intelligentie, in hun dagelijkse activiteiten? Je leert het in de nieuwe podcast van Ellen en Overy Nederland. Met veel plezier, geproduceerd door Hello Maas. Heb je advies nodig of een podcast die past bij jouw merk? Wij helpen graag. Ga naar hellomaas.com en ontdek ons vaste prijs podcastpakket. Ja, absoluut. Maar om dat even om te draaien. Ik heb ook wel eens mensen niet aangenomen. Omdat ze echt stomme dingen op social media hadden gezet. Waren ze echt al ver in de ronde. Dus de laatste check die dan vaak door HR wordt gedaan. Hebben een grote organisatie, hebben dat gewoon vast in het recruitment team. Dat zit dan vaak overigens niet op LinkedIn. Dat zit dan vaker meer op Instagram of op Twitter. Maar ik denk dat dat ook wel de reden is. Dat doen wij ook bij Hello Maas binnen onze community. Als mensen zeggen, ik wil als freelancer erbij komen. Het is natuurlijk een marketing community. En daar hebben we ook een hele checklist hoe je dan zeg maar in die top 10 kan komen bij ons. Top 10% van de freelancer pool. En dan kijken we uiteraard heel erg goed naar social media. En vooral ook, hoe gebruik je het? Hè? Want we zijn natuurlijk allemaal marketeers. Dus ook een beetje de savviness daarin begrijpen. En wat je toch ook wel terugkrijgt van sommige mensen die dan... En dan zeg je van, goh, je bent zo weinig zichtbaar of je interacteert niet. Dat een hoop mensen het ook wel vinden van, ja, maar dat is alleen maar voor mensen die willen poseren. En die willen alleen maar heel erg vanuit een soort van narcisme de hele tijd over zichzelf praten. Dat stigma komt best nogal vrij veel voor. Terwijl je het natuurlijk ook anders kan inzien. Je kan denken van, goh, ik heb een verhaal te vertellen, ben ik gepassioneerd over. En ik vind het ook leuk om juist te reageren op mensen. Ja. Maar er schijnt ook wel een soort van twee kampen bijna in te zijn. Wat is jouw inzicht daarin? Soms is dat een waardeoordeel wat heel persoonlijk is, wat helemaal prima is. Want mensen moeten zich ook comfortabel voelen met wat ze delen. Ja. Maar het hoeft niet te betekenen dat alles dat je A, zelf heel veel moet delen of dat het altijd over jou moet gaan. Hè? Ja, precies. Dit raakt denk ik een heel belangrijk aspect, maar dat is een hele andere podcast en dat is wat ze met een mooi woord noemen, zeg maar de medewerkersbetrokkenheid. Ja. Dus in hoeverre zijn mensen die voor een organisatie werken, ik heb het even niet over de freelancers die een eigen bedrijf runnen hè, als ZZP'er, of kleine zelfstandigen, want geloof me, die zijn 200% engaged. Die halen al hun opdrachten bij LinkedIn. Dat heb ik, heb ik genoeg voorbeelden van gezien. Ja, maar, de medewerkers, de betrokkenheid van de medewerkers, hè, dat is een grote, een belangrijke lakmoesproef. Want laten we eerlijk zijn, als professional, als medewerker, mag ik hopen dat je betrokken bent bij zeg maar het doel van het bedrijf, de missie van het bedrijf. Er is ooit bedacht waarom dat bedrijf er moest zijn, waarom dat opgericht werd. En daar ben je, als het goed is, trots op. Mm-hmm. En dat betekent, als je ergens trots op bent, dat zie je eigenlijk ook bij het gebruik van persoonlijke social media, dan zie je over het algemeen dat mensen heel weinig moeite hebben om zaken te posten. Bijvoorbeeld... Ja. Als je trots bent op het feit dat je kinderen een zwemdiploma halen. Als je trots bent op het feit dat ze geslaagd zijn voor hun middelbare school. Dat ze een middelbare schooldiploma hebben. Nou, ik hoef de voorbeelden allemaal niet op te noemen. Ja. En datzelfde is eigenlijk aan de bedrijfskant. En dan komt er een belangrijk aspect. A, dat moet er natuurlijk wel zijn. Ja. En B, is misschien ook een heel ander onderwerp hoor. Maar je hebt wel degelijk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat die... medewerkers ook geholpen worden in, als ze dan vragen, oké, maar wat is dan die content die ik zou kunnen delen? Of welke content, zeg maar, zou ik kunnen aanmerken in mijn feed om die wat meer naar voren te laten komen? Hè? Dus dat is dat stuk. Over die waardepropositie, even om dat af te maken, er zijn nog twee andere hele belangrijke. Dus de tweede reden waarom mensen op LinkedIn zitten, kwam er absoluut uit. En dat is om waardevolle connecties toe te voegen aan hun netwerk. Dus dat is een belangrijke. Dus mensen zoeken heel vaak naar mensen op LinkedIn en willen daar die connectie mee. En de derde, die is heel duidelijk de content. Dus de informatievoorziening. Dus up-to-date blijven van alles wat er in jouw vakgebied speelt, wat voor jou belangrijk is.
Waarbij je dus hopelijk ook daarmee iedere dag een klein beetje productiever bent geworden door de content die je tegenkomt. Ja, helder. Ja. Die use cases zijn inderdaad worden steeds breder ingezet, dus dat is tof. Hey, ja. Heb je ook actuele gegevens over het gebruik per dag of per week in Nederland? Je gaf net aan 90% van werkend Nederland heeft een LinkedIn-profiel. Is ook het gebruik, zeg maar, vooral tijdens COVID, hè, waarin thuiswerken de norm is geworden, is het aantal minuten of uren per maand, dag, week, is dat toegenomen? Ja, dus het gebruik is enorm toegenomen. Dus wat je ziet is dat als wij bijvoorbeeld het hebben over conversaties die op ons platform plaatsvinden, die zijn met 43% toegenomen. Het delen van content is met 30% toegenomen. En ook messaging, dus mensen die elkaar messagen. Nou is er een hele interessant gegeven, zeg maar, als wij kijken naar ons platform. En dat is, wij zeggen eigenlijk, ons platform is een platform waar, als het goed is, waar je komt om tijd te investeren en niet te spenderen. En ik zal dat even toelichten. De reden waarom je op LinkedIn komt, is dus om tijd te investeren, omdat je iets wil leren, een bepaalde connectie wil vinden, iets wil leren over een persoon, et cetera, et cetera. En hoe beter wij zijn om jou, hetzij via de app, hetzij via desktop, zo snel mogelijk bij die informatie te brengen die jij kan gebruiken, hoe beter dat eigenlijk voor ons is. Ja. Dat staat wel een beetje in contrast ten opzichte van wat meer personal social media, waar mensen niet zozeer tijd investeren, maar tijd spenderen. Ik noem dat ook wel eens de wachtverzachter. En dat betekent dat alles erop gericht is om gewoon ervoor te zorgen dat er een soort haakje ontstaat, dat je gewoon tijd blijft consumeren of content blijft consumeren. Hè? Dus één video na de andere, et cetera, et cetera. En op een gegeven moment realiseer je bij jezelf, waar was ik eigenlijk naar op zoek? Dus voor ons, en ik zeg dit omdat dus voor ons, zeg maar, die time spent minder belangrijk is. Wat veel belangrijker is, is of wij die waardepropositie die ik net aangeef, dus die drie stappen van vinden van een baan, een droombaan, het maken van de juiste connecties en het iets leren, dat die drie voor ons, zeg maar, het allerbelangrijkste zijn. En we zien dus dat daar die engagement enorm is toegenomen. En je ziet dat van die 8 miljoen plus mensen er, zeg maar, toch zeker 4,5, 5 miljoen maandelijks actief zijn. Dus het wordt echt stevig gebruikt, het platform. Ja, helder. Nou, dank voor al die data en ook de nuance daarbinnen. Want het is een heel rijk platform. En ja, je ziet toch wel ook echt dat thuiswerken en digitaal connecten natuurlijk nu de manier is om te netwerken. Ja. Daar gaan we straks nog eventjes ietsje verder op induiken. Maar ik wil eventjes een bruggetje maken naar marketing solutions. Want LinkedIn heeft inderdaad de contentfunctie, de connectiefunctie. Maar het is ook een platform vol met marketing tools. Kun je misschien eventjes heel kort en bondig de luisteraar of kijker meenemen in, wat zijn eigenlijk de drie belangrijkste marketing tools of marketing functies die LinkedIn aanbiedt? Er zijn eigenlijk verschillende manieren om daarnaar te kijken. Wat we eigenlijk zeggen is, we hebben vanuit de marketing solutions kant hebben we een platform gebouwd waarmee je in de door jou gekozen doelgroep dus een bepaald bereik kan genereren. Wat heel belangrijk is voor het eerste contact. Vervolgens hebben we tools waarmee je die doelgroep dus echt daadwerkelijk kan raken. Of zoals ze zeggen, engagen. Dus dat betekent dat ze meer van je willen weten. En uiteindelijk, op derde stap, zit daar conversie in. Dus het is eigenlijk heel mooi gezegd reach, engage en convert. Ja. En daarin, en daar hadden we het net al even heel kort over, daarin zijn drie dingen zijn heel belangrijk. Allereerst is dat de context, dus de brand safety. Hè? Dus hoe veilig ben je als merk in de conversatie die plaatsvindt op ons platform. Dus de context is heel belangrijk. De professional mindset is heel belangrijk. Hè? Wij zijn heel nadrukkelijk zijn we gericht op business to business. Twee is het publiek. Hè? Dus dat betekent dat onder al die honderden miljoenen gebruikers zitten toch zeker zo'n 70 miljoen decision makers. En de engagement heeft heel duidelijk te maken met de leads. En wat onderzoek laat zien
is dat als je kijkt naar de hoeveelheid leads die voor B2B-marketeers uit de verschillende platformen komen, dan geven zij ons aan, onder andere in e-marketeer, dat er uit het LinkedIn-platform tot wel 2 keer meer leads komen dan uit andere platformen. Dus ja. Dat is eigenlijk het ecosysteem wat we hebben gebouwd. En daar hebben we dan allerlei tools voor. Ja. Ja, dankjewel. Ja, wat ik zelf, ik heb altijd, voordat ik Hello Maas startte, als CMO gewerkt in New York. En ik heb bij JP Morgan een heel marketingteam in-house gebouwd. En ook heel veel strategische relaties toen met LinkedIn opgebouwd. Wat ik zelf zo mooi vind aan het platform, maar wat ik zie dat toch nog niet zo heel veel marketeers doen, is eigenlijk de convergentie tussen sales en marketing. Je noemde het ook sales, marketing solutions en sales solutions. Ja. En waar wij bijvoorbeeld nu met een aantal grote B2B-klanten mee bezig zijn, is gewoon te zeggen van, joh, enerzijds heb je content marketing. Dat gaat natuurlijk heel erg over welk verhaal wil je vertellen en hoe breng je dat zo efficiënt mogelijk naar je doelgroep met een hoge frequentie, zodat je top of mind blijft. Ja. Maar wat je natuurlijk heel mooi kan doen, is dan je Salesforce daarop aanhaken en de social selling tools daarvoor inzetten. Wat helemaal leuk is, maar dat was een beetje een hack in die tijd. Misschien kan het nu ook bij jullie op het platform. Hebben wij daar toen een soort van leaderboard in gedaan. En gekeken van wat is dan de reach dat elke salespersoon doet op basis van de content die zij delen en de engagement die ze daaruit halen. Ja. En vervolgens kun je dan ook een leuke leaderboard maken en aan het einde van de maand een leuke prijs geven. Salesmonsters zijn natuurlijk erg ook gericht op closen. En zichtbaarheid zijn. Dus dat was heel succesvol. We hebben een aantal programma's zo gedraaid. Maar wat ik toch nog ook wel veel zie, is dat die werelden een beetje gescheiden zijn. Wat zie jij, zeg maar, bij bedrijven waar jij mee werkt met die oplossingen? Ja, dus aan de ene kant heb je gelijk. Dus wij zien dat ook wel. Ik moet wel zeggen, ik ken bijna geen CMO vandaag de dag die eigenlijk ook niet sales director is, als je begrijpt. Ja, absoluut. Ja. En dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat onderaan de streep voor alle beslissingen die worden genomen op het gebied van marketing, de hamvraag vanuit de CEO of de CFO komt, oké, maar wat is de ROI hiervan? Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat heeft de marketingwereld ook zelf al een heel klein beetje, daar een beetje een hand in gehad. Met name een aantal jaar geleden. En dan praat ik over het begin van het digitale tijdperk of misschien wel daarvoor. Ja. Waarbij doelstellingen werden neergezet die misschien niet altijd even goed kwantificeerbaar waren. Ja. Maar ik heb dat enorm zien verschillen. Dus dat is één, dat zie je heel duidelijk. Dus wat dat betreft zie je helemaal niet dat er een soort ijzeren gordijn tussen die twee zit. Ja. Wat wel ook nog een belangrijke is, en dat blijft eigenlijk ook nog wel een constante struggle, is wat is de optimale mix tussen het bouwen van je merk, je brand, en het doen van lead gen? Ja. Nou hebben alle digitale tools en met name alle platformen en alle manieren om direct met B2B-buyers of consumenten, zeg maar, in contact te treden, hebben natuurlijk één ding gemeen. Het werd niet alleen heel meetbaar, het werd ook heel direct en direct zichtbaar. Dat betekent dat de verleiding is heel groot als bedrijf om gewoon een aantal stappen over te slaan en te zeggen, dit is ons product, waarom zou je dat niet willen kopen? Ja, helder. Nou, Dan krijg je automatisch, hè, en dat niet alleen vanuit de marketingdiscipline, maar ook vanuit de salesdiscipline. En wat in de praktijk blijkt, is dat waar je voorheen misschien vroeger eerst het product kocht, en als je een beetje geluk had, kon je een relatie opbouwen met de afnemer of met de consument. En tegenwoordig werkt het andersom. Ik moet eerst weer, dan komt hij weer, ik moet eerst jou vertrouwen, de reputatie die je hebt, ik research jou. Hè? Tot wel 70% van de B2B-klanten heeft al allerlei research gedaan voordat ze met jou in contact treden. Moet je voorstellen dat je niet aanwezig bent en dat je niet een actieve contentstrategie hebt. Dan word je dus volledig vanuit het, zeg maar, vanuit de buyer-perspectief word je overgeslagen. Dan ben je eigenlijk al niet eens een alternatief. Ja. Er ligt dus een grote druk op CMO om dus ook resultaten te laten zien. Wat er overigens voor heeft gezorgd dat, dat stond in Marketing Week, is dat de average tenure of een CMO, dus hoe lang blijft een CMO op zijn plek zitten,
die is gedaald naar schrik niet tot 40 maanden. Ja. Ja, dus ja, iets meer dan 3 jaar. Maar ik kan je vertellen dat er bedrijven zijn waar, en dat bleek ook uit dat onderzoek, waar CMO's misschien 1 jaar krijgen. Om... Ja, in de tech is dat heel, is dat echt veel lager dan 3 jaar. Ik denk dat 3 jaar is inderdaad voor conventionele bedrijven. Ja. Maar dat klopt, ja, het is natuurlijk een ontzettend dynamisch veranderende omgeving waarbij er ook heel veel geëist wordt. Maar het is ook een lastige rol, want je ziet dat toen jij en ik aan onze carrière begonnen had je 5 kanalen en die veranderden niet zo vaak. Ja. En dan kreeg je na 6 maanden een keer een mooi rapportje van Ipsos met een of andere brand tracking. En dan, dan had je het goed of niet goed gedaan, maar je kon natuurlijk helemaal niet bijsturen. Nee. Ja, en nu heb je gewoon real-time dashboards, maar ook 50 kanalen die continu veranderen. En is de push marketing veranderd naar pull marketing. Het is één domein waar natuurlijk de rol enorm veranderd is. Ja. En wat je ook wel ziet, is dat de importantie van de CMO in de board ook toegenomen is. Wel onder druk natuurlijk, want die CFO's die zijn altijd wel heel kritisch, weet ik uit eigen ervaring, naar de rol van marketing. Maar als je het zo om kan buigen dat je one metric that matters afspreekt met je board die bedrijfsbreed impact heeft, dan zie je ook steeds meer, vooral in de States, dat CMO's ook zelfs CEO's aan het opvolgen zijn. Omdat uiteindelijk gewoon brand marketing steeds, of eigenlijk marketing aan zich natuurlijk steeds belangrijker worden. En ook waar sta je voor als bedrijf, als purpose, ben je authentiek. Dus dat is wel heel mooi. En denk ik ook to the benefit of LinkedIn, dat je op die manier ook daar een heel mooi platform voor biedt. Ja, en het interessante is, soms, hè, dat klinkt een beetje raar, maar soms zit het ook heel duidelijk, gewoon heel specifiek in het taalgebruik. Ik zal je een voorbeeld geven. Als je het hebt over brandbuilding, dan zijn er toch al heel veel mensen die zeggen, nou, dat lijkt me niet meetbaar, hoeveel geld moet daar in, wat komt daar dan uit, et cetera, et cetera. Wij hebben vanuit LinkedIn hebben we een B2BI-instituut, gevoed door allerlei wetenschappelijk onderzoek. Maar daar kwam op een gegeven moment uit dat er al een heel groot verschil was op het moment dat je het niet hebt over brandbuilding, maar dat je zegt, dat zijn de leads of tomorrow. Dus we zitten in demand gen, de leads of today, logisch, hè? Want dat zijn de mensen die, als je gaat vissen, vrij direct onder de oppervlakte zit. En dan moet je vooral voor zorgen dat je een goed programma hebt om die op het droge te krijgen. Ja. Maar de vissen die wat dieper zitten, zeg maar, dat zijn je leads of tomorrow. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld als je het hebt over klantloyaliteit of NPS. Hè? Ja. Op het moment dat je praat met iemand die CFO is of een CEO, heb je het misschien niet zozeer over klantloyaliteit, maar zeg je, gemiddeld omzetpotentieel van deze toekomstige klant is X. Ja. Dan krijg je al een hele andere discussie, omdat het dan zit er een waarde aan gekoppeld. En dan kan je ook veel meer die discussie voeren om te laten zien wat dus de eventuele opportunity is per gebruiker, per klant, et cetera, et cetera. Dus het zit soms ook heel erg in dat soort dingen. En verder zie je, even terugkomend op die vraag over die scheidslijn tussen zeg maar marketing en sales. Is dat wij zien wel heel duidelijk die werelden steeds verder convergeren. Dat heeft ook te maken met de tooling. En je gaf net zelf al een voorzetje. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het duizelt mij soms ook wel eens. Er zijn inmiddels, denk ik, zo'n 5000 SaaS-oplossingen op het gebied van marketing automation vanuit allerlei perspectieven bekeken. Ja. Ik zou zeggen, nou, neem dat voor kennisgeving aan, maar ga gewoon terug naar de basis en zeg, oké, weet je, als je nou denkt vanuit een klantjourney, want zoals Peter Drucker al zei, eigenlijk als je het omdraait, alles vanuit de klant bezien is marketing. Hè? Mm-hmm. Dus dat is gewoon alle touchpoints die je hebt. Hè? Mm-hmm. Maar bekijk het eens vanuit die kant. En teken is gewoon heel simpel een stroomdiagrammetje waarin je zegt, oké, stel je komt mij tegen daar. Wat zou dan de next step zijn? Hoe wil je op welk moment zou ik die gegevens willen hebben? Naar wie zou ik die in mijn organisatie willen doorsturen? Met welke termijn? Et cetera, et cetera. En je ziet wel, en dat is natuurlijk wel mooi van deze tijd, is dat daar gewoon ongelooflijk veel zeg maar tooling voor is. En natuurlijk bureaus, zoals jouw bureau, die zegt van oké, weet je, als je hoeft niet alle tools te kennen, maar als je de filosofie onderschrijft, dan kunnen we dat inregelen. Maar het is ook een beetje een soort van mindset.